We zijn hier bij Sportal het Ravijn, waar op dinsdag altijd het sporten voor mensen met een beperking wordt aangeboden door Vision. En volgende week zaterdag is er een belangrijk badminton en tafeltennistoernooi. Dus ik heb een paar mensen bij me staan. Introduceer je maar even, meneer van SV Twente. Dag, ik ben Henk Hobert. En ik ben sinds een jaar of 4-5 al lid van de club, want ik heb een herseninfarct gehad, beland in een rolstoel. Ik zat in het verleden ook in de raad en in allerlei commissies. Dus eigenlijk zou ik wel de burgemeester van de vloer willen vegen tijdens het toernooi. Dus Jorrit, maak je bord maar nat, jongen. Ik lus je bij een slapkop thee 's morgens. Wat is jouw specialiteit binnen dat aangepaste sporten? Nou ja, het is altijd lastig om van jezelf te zeggen dat je goed bent, maar ik denk dat ik me redelijk kan redden met de badminton record en de shuttle. Goed, Arie, initiatief nemen. 9 jaar geleden klopte je bij het bestuur van Vision aan en zegt van jongens, mijn passie ligt voor sport aanbieden voor mensen met een beperking. Ja, dat klopt. Ik heb ooit in het begin ben ik eigenlijk bij De Welle begonnen. Daar hebben we en De Welle heeft samen met mij een verschillende mensen uitgenodigd, onder andere André Vliek van Hoi van Vision, sorry, maar nu van Hoi. En die was zo enthousiast dat hij zegt van je moet bij Vision komen. En met elkaar maken we daar ook bij aangepast sporten een mooie club van. Nou, dat is dus gelukt en dat is ongeveer 9 jaar geleden. Volgens mij is dit de derde of vierde editie van het toernooi. Had veel vaker moeten zijn, maar... Ja. Klopt, ja, in verband met corona is er natuurlijk heel veel tussenuit gevallen. En de laatste keer hebben we het wel georganiseerd, maar is de organisatie en toen was het afgelopen. Toen mocht het niet meer, dus we hebben nu 3 jaar, dacht ik, het niet gedaan. En we doen het nu weer voor het eerste keer. Ja. Henk, ik zie jou in een privérolstoel. Ik weet dat de wethouder, toen nog Johan Koes, bij een van de eerste jaren een aantal rolstoelen beschikbaar hebben gesteld, oftewel aangeboden. Heb jij wel eens in zo'n sportrolstoel gezeten van Vision, die beschikbaar is gesteld? Nee, ik vind het wel hartstikke goed van de BMW dat ze dat gedaan hebben. En ik heb een privérolstoel omdat ik hier elektrische ondersteuning op heb. En op die andere rolstoel zit geen ondersteuning op. Dus dat is voor mij niet zo'n hele goede oplossing. Hij is dus aangeboden door de gemeente. Ja. En een jaar erop of 2 jaar later zelfs nog 1. Ja, de wethouder Koes heeft toen gezegd, en mocht je er 2 willen. Nou, toen was het dus aan de orde dat we er 2 wilden. En ja. Er zijn een paar zieken. Het lijkt wel haast wel dat ze daar staan te niksen. Normaal gesproken worden ze alle 2 bezet. Dus ja, wij weten ook de achtergrond dat vanmorgen de bandjes even opgepompt moeten worden. Klopt. Dus dat heeft Janus van de sport al ook gedaan voor jullie. Ja. Nou, dus jullie band met de sport al is ook hartstikke goed. Ja. Ja, nou dat moet ik toegeven, dat gaat geweldig. Want ja. Dit is niet alleen maar een uurtje sporten, maar wat is zo belangrijk van deze groep wat je daarna doet? Nou, we gaan, als het sporten gebeurd is, dan gaan we allemaal naar het sportcafé en dan drinken we allemaal een kopje koffie of thee. En mocht een keer iemand jarig zijn, dan wordt er nog een liedje gezongen voor de jarigen. En het is allemaal ook een hele gezellige. En iedereen heeft... Het lijkt misschien niet zo, maar iedereen heeft wel iets, wel wat. Dus we praten daar natuurlijk wel eens over. Waar kunnen de mensen informatie vinden als ze nog even wat willen opvragen? Vision heeft een Vision-site, zou ik haar zeggen. En daar wordt heus wel aangepast sporten genoemd. Zelfs ook voor het badminton-toernooi volgende week zaterdag kun je je daar opgeven. En dat is www.vision-nijverdal.nl. Nou kijk, jij weet precies hoe dat eruit ziet. Ik moest even nadenken, maar helemaal goed. En iedereen weet Arie Tempert wel te vinden. Ja. Naast het badminton en tafeltennis waar het toernooi over gaat, is ook een heel belangrijk onderdeel de andere takken die ze beheersen. Dineke, kun je daar iets over vertellen over de andere dingetjes binnen het mensen met een beperking sporten? Ja, sommige mensen die kiezen ervoor om niet badmintonnen, maar grondoefeningen te doen. Veel krachtoefeningen. En dat doen we op de stoel voor mensen die dus niet zo lang kunnen staan of niet kunnen gaan zitten. Dan doen we ook krachtoefeningen en dus oefeningen in spelvorm. Goed, jullie, ik zag jou heel fanatiek met de groep met de mat. Waar begin je altijd mee? Altijd wel even met stappen op de mat. Even
ja, even warm lopen, warm worden. Maar die mensen kiezen dus bewust voor dat ze allerlei grondoefeningen krijgen op een mat? Ja, ook wel. We doen ook wel eens staanoefeningen. We hebben ook wel eens gedaan aan een wandrek of met de bal tegen de muur aan. Zulke variaties hebben we ook. Arie doet wel eens heel leuk een circuitje. Ja, want iedereen kent Dineke niet alleen vroeger van Vision, dat ze heel druk was met de aerobics. Maar zij heeft tegenwoordig ook een lifestyle coach. Dus ja, dit past wel in jouw straatje, Dineke. Ja, dit past prima in mijn straatje, zeg maar. Gezondheid, zeg maar, met voeding en bewegen. Dat is een prima combinatie om, ja, om dat vol te houden, hè, voor iedereen. Een gezonde leefstijl. Allebei even een korte reactie. Wat vinden jullie zo dankbaar aan dit werk? De gezelligheid en de manier waarop de mensen met je omgaan. De echte waardering. Ja, echte waardering, zeg maar, van de moeite die wij hier insteken, zeg maar, krijgen we dubbel en dwars terug van de mensen. Na die tijd krijgen we vaak te horen van wat was het weer leuk, wat was het weer gezellig en fijn, wel zwaar. Maar wat fijn dat we hebben kunnen sporten. Arie had een hele mooie boodschap, want ik had begrepen dat de groep in de Kruidenwijk nog wel een klein beetje aan was. Jullie, heb je daar misschien een aanvulling op? Gewoon, ja, kom. Want het is een hele gezellige groep, een hele fijne tijd. En we hebben echt mensen nodig om het gezellig te maken. Nog Dineke, gezelliger. Met jouw professionele woorden. Ja, het is echt, kom sporten, want sporten is echt voor iedereen.